Goedenavond allemaal. Dit is de derde uitzending alweer van Dam TV. Een samenwerking van Damforum.nu en Acvoda, de Nederlandse en tegenwoordig ook Belgische vertegenwoordiger van Dampers. We hebben een lang programma, bijna anderhalf uur. En we hebben heel erg veel gasten. Een behoorlijke waslijst. We gaan het hebben over de likheid van de kou, waar het probleem mee was. De stand van zaken in België. Een gesprek dat gevoerd is over de regels die in de waterwet worden vastgelegd over het dampen, de apparatuur en de liquids. We gaan spreken over het gesprek van Damp TV, een samenwerking van Damp. Oh, ik krijg mijn eigen geluid terug. Ja. We gaan spreken over de alliantie Nederland Rookvrij. Acvoda heeft een gesprek met ze gehad. De douaneperikelen waar ondertussen heel veel winkels mee te maken hebben. En tot slot kort iets over een conferentie in Polen die binnenkort wordt gehouden en waar twee mensen van Acvoda naartoe gaan. Een hele waslijst, we gaan snel beginnen. De eerste gast is Monique Kant van E-Sick4U. En ik wilde... Monique is in beeld. Ja, dag, goedenavond Monique. Hi Karin. Dag. Er is een heleboel te doen geweest over de liquids van Dekang, maar het leek aanvankelijk over heel iets anders te gaan. Iedereen klaagde over kapotte kools. Wat was het verhaal daarachter? Ja, dat klopt Karin. Niet alleen wij, maar vele andere shops in Nederland en waarschijnlijk ook de rest van de wereld kregen ineens veel klachten van kools die stuk zouden gaan binnen 2 dagen. Mm-hmm. Ja, dat was natuurlijk een groot probleem. Iedereen had zoiets van, ja, hoe kan dit ineens? In het begin denk je nog van, nou ja, we hebben een slechte match met de kools gehad. Oké, het zou kunnen gebeuren, maar het verhaal bleek allemaal een beetje ongeloofwaardig. Omdat wij merkten dat er op een gegeven moment niet alleen de Carrier-kooltjes stuk gingen, maar ook de Just Pop-kooltjes en noem het maar op. Ieder kool van ieder merk ging stuk en dat was een beetje te toevallig, leek ons. Dus nou ja, dat heeft een paar weken geduurd natuurlijk. Iedereen heeft zo goed mogelijk geprobeerd zijn klachten daarbij op te lossen. Hè? Je geeft een keer nieuwe kools mee, je geeft een keer een afwisseling vloeistof mee, je geeft mensen tips mee. Doe je dit niet verkeerd, doe je dat niet verkeerd. Het is maar zoeken en zoeken en zoeken geweest naar oplossingen. Totdat mensen echt onder 2 dagen weer voor je neus stonden of in de mail hingen van, joh, het gaat nog steeds niet goed. En dan denk je weer even, ja, hoe kan dat? Wij gebruiken zelf ook die kools. Iedereen is zelf ook een behoorlijke damper. Dus waarom hebben wij daar dan geen last van? En er is het allemaal wel. Goed, achteraf gezien bleek in ieder geval dat bij ons op de zaak iedereen een andere batch liquid gebruikte als waar het uiteindelijk om ging. Ik ben gebeld door e-vapor, Wouter van e-vapor, die heeft mij op een gegeven moment gebeld met de vraag van, joh, heb jij ook dat probleem? Die had al contact opgenomen met meerdere webshops waarvan die ook wist dat ze dek aan verkochten. En ja, hij zegt van, joh, we hebben allemaal klachten, we hebben allemaal kools die stuk gaan binnen 2 dagen, heb jij daar ook last van? Zeg, hè, nou, je het zegt, ja, daar hebben wij ook last van. We zijn een week lang aan het zoeken om te kijken waar het nou vandaan komt, het probleem. Dus uiteindelijk zijn we door overleg met andere verkopers van Dekang erachter gekomen dat, dat we allemaal last hadden van de april batch van Dekang. Dat was natuurlijk heel schrikker. Was alleen in Nederland of was het een wereldwijd probleem? Nee, het is een wereldwijd probleem. Het speelt niet alleen in Nederland. Het is echt alle april batch van de hele Dekang in heel de wereld. Dus ja, goed, bij Dekang kwamen ook voldoende klachten binnen hierover. Nadat we erachter waren gekomen. En toen namen jullie contact op met Dekang en wat zeiden zij? Ja, nou ja, Dekang was zelf in eerste instantie ook verbaasd van, spijtig om dat te horen en we gaan het probleem onderzoeken, kijken dat we wat kunnen vinden, want ja, die deden eigenlijk van, ja, we weten van niks, hoe zou het kunnen komen? Mm-hmm. Toch wel een klein beetje gebrekkig contact met Dekang, want ja, je wil het dan natuurlijk een dag later gewoon weten, omdat je met een groot probleem zit te koppelen. Ja. Maar ja, goed, ook die mensen moesten even hun werk doen en de liquids gaan testen om te kijken wat er nou mis mee was. En dat hebben ze gedaan en we hebben ongeveer, ik denk dat het bijna een week heeft geduurd voordat we resultaten van het onderzoek kregen. En toen kwam Dekang dus met een verklaring van ja,
Het is waar. Het gaat waarschijnlijk om de april-batch. Nou hoor ik van meerdere verkoopverhalen dat het zou gaan om liquids tot en met 20 mei. Bij ons ging het alleen om één bepaalde april-batch, gelukkig. Mm-hmm. Maar het is nog erg veel. En ja, DK verklaart dat het zit in een soort zetmeel wat ze hebben toegevoegd, maar blijkbaar drie maal zoveel als normaal gesproken het geval zou zijn. Yes. Alleluia. En het effect daarvan is dus, je vult je bijvoorbeeld kar-evoortje, 1,8 ohm, gaat prima, het eerste tankje leegdampen. Vanaf de tweede vulling beginnen de problemen. Dan merk je gewoon dat het zwaarder dampt, dat er minder damp afkomt. Nou, dat is gewoon niet normaal, want je moet er normaal gesproken anderhalf, twee, misschien wel drie weken mee doen. Maar het koekt aan. Het koekt aan, ja. De zetmeel die vormt een bepaalde aanslag op de korrel. Mm-hmm. Die korrel wordt ook helemaal zwart, die wordt donker. Er komt echt een laagje op te liggen. Nou ja, logisch dat die dan zichzelf niet meer goed kan verwarmen en dus geen damp meer afloopt. Wij zijn natuurlijk als een idioot aan testen gegaan zelf met alle liquids van die batch, zover mogelijk dat we konden. We hebben echt om het half uur de ohmwaardes getest van de coils. En we zagen gewoon echt dat die om de 10 trekjes omhoog vloog. Waar je begon met 1,8 ohm, eindigde die met 3,5 of 3,8 om vervolgens gewoon de geest te geven. Yeah. In een uur tijd, bij wijze van spreken. Ja, dat loopt echt bijzonder snel op. Hè. Bij de ene is het binnen een paar uur, hangt er een beetje van af hoeveel je dampt. En bij de andere is het gewoon binnen 1, 2, 3 dagen misschien. Ja. Maar dan is het gewoon op. En het is gewoon heel erg opvallend natuurlijk dat het bij iedere type kor was. Ja. En wat gaat er nu? Jullie hebben een recall gedaan? We hebben in principe een recall gedaan. We hebben, het is een beetje vaag, want in het begin wisten we natuurlijk niet, zit dit in iedere smaak of zijn het maar een aantal smaken. Nou, je komt als eerste uit de smaak die het meest verkoopt. Bijvoorbeeld de USMX en de mintjes en de mentolletjes en de desertjes. Dat loopt allemaal het hardste, dus ja, dat zijn de eerste smaken waar niet op gaat vallen. En ik ben bang dat ik moet zeggen dat het waarschijnlijk gewoon de hele batch betreft. Maar goed, er zijn een aantal uitzonderingen waar we dus geen klachten over hebben teruggehad, een aantal smaken. Dat zal bij iedere webshop weer anders zijn. En om een idee te krijgen van het probleem, om hoeveel flesjes gaat het dan bij jullie? Bij ons gaat het om 45.000 flesjes. Nee. Per direct, vanaf echt het moment dat het door begon te dringen bij onze ogen, jongens, dit is een te groot probleem om nog meer ellende te voorkomen, trekken ze gelijk die batch van de website af. 45.000 flesjes, bij jullie alleen al? Ja, bij ons alleen al, ja. Ja. En wat zou je schatten in Nederland? Oeh, wat zou je schatten in Nederland? Nou, dat loopt in de tonnen met flesjes, denk ik. Ja, er zijn toch best wel veel mensen, veel leveranciers die denken aan verkopen. Het zijn onder een ander label. Ja, het leuke voordeel is dat je weet wie dat er allemaal dekken. De echte dekken. Dat is ook wel om andere vraag. De oude modder, zou je bijna zeggen, bovenkomt. Ja, inderdaad. Ja. Maar goed, het is natuurlijk echt wel een heel groot probleem. Kijk, het enige waar wij heel erg blij om zijn, is dat wij eindelijk een verklaring hebben tegenover onze klanten. Want iedereen liep zich natuurlijk gigantisch af te vragen: wat is er aan de hand? Wat doe ik verkeerd? Het zal wel aan mij liggen. En dat soort vragen. Hadden de mensen allemaal en wij zijn heel blij nu dat we ze kunnen zeggen, joh, luister, het ligt niet aan jou. Nou, en als je dan ziet wat een deken dat er van de meeste klanten afvalt, van eigenlijk is een oplossing, weet je, het ligt niet aan mij. En ja, goed, we kunnen ze uitleggen wat er gebeurt, hoe het zit. De meeste mensen begrijpen het ook echt goed en die zijn ontzettend alleen maar dankbaar dat we het gewoon keurig voor ze oplossen. Je hebt dus alles uit de schappen moeten trekken. Ja. Dus ja, er valt weinig meer weg te geven aan voornamen. Dus ja, je hebt op het forum met namens een aantal webshops een verklaring geplaatst. Ja, en hebben wij ook helemaal overlegd hoor. Maar je hebt ook gezegd dat jullie samen een eigen laboratoriumonderzoek gaan doen. En ja. Wat laat je precies onderzoeken? Klopt, wij hebben de liquids uit ongeveer december. Dat was nog een prima batch, niks mis mee. En begin van het jaar was ook niks mis mee. Wij hebben daar flesjes van en van de nieuwe batch een paar flesjes. En die laten we met elkaar vergelijken om precies te weten waar de verschillen zitten. Want DK heeft dan wel enigszins doorgegeven ons van, hè, het is een zetmeeltje wat er te veel in zit. En
herbal, bla bla bla. Maar goed, het zijn Chinezen, dus het valt toch een beetje moeilijk mee te communiceren. En wij willen gewoon zelf precies weten wat er nu anders in is als normaal gesproken. Dus een laboratorium in Duitsland die voert het onderzoek voor ons uit. Dus die zijn gespecialiseerd in onderzoek van e-liquids. Ja, dat is zeker. Dus wij hopen daar deze week of misschien volgende week uitslag van te krijgen. Is ook heel erg spannend. Dus dat met wat Dekker vertelt. Ja. En weet je of andere shops in andere landen zelf ook aan het testen zijn geslagen? Heb je daar iets over? Nee, daar heb ik eigenlijk zelf niets over gehoord. Ik heb me eigenlijk eerlijk gezegd niet meer bezig gehouden. Want ik zit, zoals wij allemaal, wij zitten tot zeg maar ongeveer dit niveau in de mails. Ja. Natuurlijk van alle klachten die we op moeten lossen, dus daar is gewoon weinig tijd voor. We hebben wel dagelijks contact nog steeds onderling in verkopers. Er zijn inmiddels een paar verkopers die hebben een nieuwe batch liquid dus al binnengekregen. Want DK heeft gewoon gezegd, we vervangen alles. Mm-hmm. Dat is ook het enige wat ze doen trouwens. Je krijgt nieuwe liquids opgestuurd en de rest van de kosten, die mogen we lekker zelf dragen. Die nieuwe badge die er nu is, waar al een aantal verkopers op getest hebben, die blijkt tot nog toe gewoon prima te zijn. Okay. Ik ga er eigenlijk vanuit dat Beckham precies weet wat ze hebben veranderd aan hun receptuur. Maar dat kan ik te vertellen, ja. Voor we naar de chat gaan, als het bij jou gaat om 45.000 flesjes, hoe kom je daar vanaf? Die vind je niet leeg in Nee, dat klopt. En dat hebben we ook onderling overlegd. Maar wij hebben gelijk gezegd, het moet gewoon afgevoerd worden. Het chemisch afval. Oké, goed zo. Dus wij hebben dat uitgezocht. En ja, inderdaad, het kost je dan nog een paar duizend euro om een flesje weer af te voeren. Ja, het is... Ja, het is wat je moet doen. Ik bedoel, je kan het ook ergens in het putje gooien, maar dan ben je... Over goed, en je moet ook aan het milieu denken. Dus we voelen dat gewoon de TSC-kopen keurig nu af bij het chemisch afval. Dat wordt allemaal verbrand. Het is een domper, het is een hele tegenval. Op het forum werd, behalve dat je zei dat sommige mensen echt opgelucht waren te weten dat het niet aan hen ligt en dat zij niet meer wisten wat ze verkeerd deden. Buiten die opluchting, wat op het forum opviel, was dat ontzettend veel mensen dat heel positief was over ten eerste het feit dat jullie samenwerking hadden gezocht en het samen opgelost. En ten tweede dat iedereen toch vond dat jullie het allemaal heel erg chic deden met z'n allen. Dus namens de gebruikers wilde ik in ieder geval de winkels complimenteren met deze goede aanpak. Ja, dankjewel. Nou ja, het is ook toch niet meer normaal dat je het op deze manier aanpakt. Ja, dan onszelf het probleem. Dus het minste wat je kan doen is elkaar helpen met het probleem. Ik bedoel, ik verwijs ook mijn klanten nu door van ja, kijk maar of dat die nog een voorraad heeft of die nog een voorraad heeft. Wat dat betreft gaat dat wel goed. Iedereen weet best. Het is niet mijn eerste recall, het is mijn vierde ongeveer in 3 jaar tijd. Dus ik heb er al meer mee te maken gehad. Weet je, het komt toch uit. Je kan net doen alsof je neus bloedt, maar je hebt er alleen maar meer ellende van. Dus jongens, laten we het gewoon openbaar maken. We gaan het erop zetten en we gaan het gewoon oplossen. Nu. Ja, maar dat je zelf ook een laboratorium onderzoekt. Ik heb net iets meer vertrouwen in dat jullie de uitkomsten goed kunnen beoordelen dan Dekker, want die heeft er natuurlijk een belang bij. En, ja. Juist, nou, dat zeg je wel goed, Karin. Dekker heeft daar natuurlijk zeker een belang bij. Ja. En we hebben ook met een aantal verkopers afgesproken nu van mochten daar andere resultaten uit voorkomen, dan denk ik dat er in Nederland geen DK meer verkocht gaat worden. Ja, en dan zou je het ook aan de grote klok moeten hangen. Ja, dan gaan we dat inderdaad ook openbaar maken. Maar ja, weet je, van de andere kant, ik wil ook niet totaal DK nu afgevallen. Ik ben 6,5 jaar een damper en ik gebruik van het begin af aan DK en ik heb ook nooit problemen mee gehad. Ik denk gewoon dat ze iets hebben veranderd in de receptuur wat even verkeerd heeft uitgepakt. Ja, oké. Een heel belangrijk ding, Karen, als het maar zeggen alsjeblieft. Dekker heeft ons wel verzekerd dat het geen gevaar oplevert voor de volksgezondheid. Ja, dat is een belangrijke toevoeging. Ik wilde aan Indira even vragen, ben ik zojuist vergeten te vertellen. Indira houdt altijd de chat in de gaten, probeert haar opmerkingen, vragen, commentaar uit te halen. Ik wil dan Indira vragen of mensen nog iets hebben te vragen, te vertellen hebben over dit probleem met de liquids. En misschien dat iemand nog een vraag voor Monique heeft.
Ja, er zijn wel wat dingetjes. Er wordt in ieder geval sowieso veel over Monique. Monique valt goed in de smaak bij het Piste Python. Ja, dat zijn oude bekenden hoor. Er zijn wel wat vragen van, zit het dan in de base, in de VG bijvoorbeeld, en hoe komt de zetmul erin? Nee, het zit niet in de base of in de VG, maar waarschijnlijk zit het in toch ergens in de flavor die ze van alles hebben. Moet die flavor in al die smaken zit? Ja, dus het is wel duidelijk een basis ergens van. Maar het zit blijkbaar, een herbal extract zeggen ze, in de flavor. Okay. We hebben geprobeerd om de verklaring van DK ook op de forum te plaatsen. Maar dat liep even anders, dat kregen we niet juist verplaatst. Maar daar staat ook een mooi grafiekje in. Waarin je heel duidelijk kunt zien dat er op een bepaald punt een piek is. Die drie keer zo lang is als normaal. Met een beetje geluk probeer ik die verklaring van DK nog een keertje te plaatsen. Met de behulp van het community. En is het ook bekend, hoe die zetmul erin komt, of niet? Nee, dat is mij nog totaal niet bekend. Je haalt allerlei scenario's in je hoofd. Ja. En komt er ook een schadeclaim bij Decan terecht? Of? Nou, het loopt aardig in de papieren op het moment. Dus we zijn er toch wel harder over aan het denken om dat voor elkaar te krijgen. Maar Decan reageert richting de ene verkoper iets anders richting de andere verkoper op het moment. Dus dat wordt nog even wat. Maar natuurlijk, ja, dit kost ons van klauwen geld. Hè? Ja. En afgezien van de ellende die we gebruikers mee hebben. Maar dit gaat om heel veel geld en dat, ik hoop dat we er ergens iets van terug kunnen krijgen, maar eigenlijk gaan we niet. Plus dat jullie nu natuurlijk een organisatorisch probleem hebben. Jullie vragen om de flesjes in te leveren, maar je kan ze niet nieuwe geven omdat de voorraad weg gaat. Nee, inderdaad, we hebben geen voorraad, dus er valt er ook niets weg te geven. Het enige wat je kan doen is, je krijgt een tegoedbon. Koop daar lekker iets anders voor of wacht even af tot het weer binnen is. Ik heb echt zo'n boekwerk met pre-orders nu liggen van mensen die zeggen van, als zodra het ding is, zit het maar voor mijn paks en dan stuur het dan maar op. Ja, goed, prima doen. Ja. Maar het houdt een keer op, ik moet gewoon even kopen, want ik zit gewoon zonder. Ja. Oké, dat waren de vragen. Dan heel veel sterkte, dat ten eerste. En ten tweede, dank jullie wel, niet alleen jou, maar ook de andere winkels. Dank voor de buitengewoon chique afhandeling. Ja. En ik hoop dat dit heel snel over is. En dat de uitslagen van het laboratorium gerust dat het alleen is voor de quills. Ja, ik hoop dat we zo snel mogelijk wat weten, Karin. En dan zullen we dat zeker ook mededelen aan jullie allemaal. Dankjewel. Graag gedaan, tot ziens. Tweede onderwerp, België. In België is een dampersvereniging, net zoals we in Nederland hebben. Daar heette die ABVT. Dat moet iemand anders goed kunnen uitleggen. Daar is al een tijdje de plat ingekomen en ik begreep zelf dat een van de twee mensen die nog een boel deed in België helaas is overleden. Dus allemaal onder serieuze berichten. Aan de andere kant, wat wel weer prettig is, de overblijvende actieve mensen in België hebben zich, in ieder geval in het Vlaamse deel begreep ik, bij Nederland gevoegd en gaan nu door het leven als Aquoda België. Ik heb het vast niet helemaal goed, maar de mensen die mij kunnen corrigeren, die zijn er, gelukkig. En dat zijn Luc van Baarle aan de ene kant en Yves Boutelix, bekend als Mouti op het forum. Heren, mag ik u welkom heten? En aan iemand kort uitleggen wat er gebeurd is in België. En ik wil dat vragen aan Yves. We waren een tweetalige organisatie en we hadden nogal een communicatieprobleem. Dus Luc en ik hebben onderdak gevonden binnen Aquoda. Mm-hmm. Dus de mensen van Aquoda hebben ons warm verwelkomd, waarvoor dank. En wij zetten onze actie voort. En dat is contact leggen met de politieke wereld en vooral die mensen informeren over wat dampen is eigenlijk. En
zo proberen toch iets te veranderen aan de huidige situatie eigenlijk. Hè. En is er iets bekend over die ene persoon, een man of een vrouw die overleden is? Ja, dat is een vrouw. Ik heb daar geen meer informatie van. Het klinkt allemaal heel dramatisch, moet ik zeggen. Ja, ja het is denk ik heel plots gebeurd, want maar ik heb niet zoveel contact met die mensen eigenlijk. Ja. Okay. Ja. Luc, mag ik jou vragen? Je vertelde dat er nogal wat aan de hand is in België, omdat ten eerste er wordt een nieuwe regering gevormd. Ten tweede, de vorige regering heeft nog snel een poging gedaan om een aantal wetten er doorheen te krijgen in een soort van verzamelwet. En had ook dampen daaronder willen schuiven, begreep ik. En het laatste nieuws is dat een van de voorvechters van het dampen, namelijk Frederik Ries, een kans maakt om in de regering te komen. En dan zouden wij, jullie, de dampers, ineens wellicht een bondgenoot hebben. Luc, zou je iets meer kunnen vertellen daarover? Ja, chronologisch. We gaan beginnen met onze favoriet in België, de oude minister. Mocht dat in elk betekenis bevatten, Laurent Onkelings. Die is dus nu minister van Lopende Zaken, want er zijn verkiezingen geweest in België. De nieuwe regering, daar is men nog bezig met regeringsvorming. Vorige keer heeft het 500 dagen geduurd voordat we een regering hadden. Wij wachten dus nu af hoe dat de onderhandelingen verlopen. Het laatste nieuws van vandaag zou zijn dat formateur De Wever toch een kans maakt om een centrumrechtse regering te maken. Dat zou dus betekenen dat zeker het Mouvement of Reformateur, dat is de partij van Frederik Ries, niet Frederik Ries zelf, want die zit in Europa, in het Europees Parlement. Die heeft uiteindelijk niets met het Belgische te maken, behalve dat zij natuurlijk veel contacten heeft met haar partijgenoten in België. Zij zit naast Louis Michel in het Europees Parlement en de zoon van Louis Michel is partijvoorzitter van het Mouvement Reformateur. Dus dat is een heel korte weg om informatie door te spelen naar... Frederik Ries is voor ons wel echt belangrijk. Zij heeft in het Europese parlement zich heel hard gemaakt rond de invoering van de tabaksrichtlijn om dampen op een hele normale manier te behandelen. Daar heeft ze zich buitengewoon voor ingespannen. Dus ze is absoluut een voorstander en ze is een bondgenoot voor ons. Ja, en wij hebben zeer nauw contact met Frederik Ries. Wij bellen met haar stafmedewerkers regelmatig om de stand van zaken te horen. En Frederik Ries geeft de strijd niet op voor ons. Zij gaat in België strijden om een zo soepele implementatie van de TPD te krijgen als maar mogelijk. Mm-hmm. Dat opzicht, en dat hebben we ook aan mevrouw Ries te danken, net voor de verkiezingen heeft Laurette Onkelings een poging gedaan in de fameuze programmawet in België. En dat is dus de wet die op het einde van een regeerperiode, op het einde van een legislatuur, nog eens gemaakt wordt, waar dat dus alle losse eindjes van gans het regeerprogramma opgelost worden in één grote wet. En dat is dus een uitvoering onderwerpen die in één keer door de meerderheid quasi automatisch in het parlement goedgekeurd wordt. Dat is zo'n beetje de afronding van een regeerperiode. En Laurette Onkelings had haar standpunt dat de elektrische sigaret een verboden medicijn is in België, in die programmawet geïntroduceerd. Maar dat is op serieuze weerstand gekomen van de liberalen, zeker van Mouvement Reformateur, op aangeven van Frederik Ries, en dat is dus afgeketst. Men heeft dat er terug uitgehaald vooraleer dat de programmawet gestemd is. Met het argument dat dat toch wel een zeer belangrijk onderwerp is, dat een degelijke parlementaire discussie moet krijgen in het parlement. En dat zal dus, eens dat de regering gevormd zijn, een van de eerste zaken zijn die men gaat aanpakken. Dat is de implementatie van de TPD, maar niet als medicijn. Dat is afgeketst. En voor wie het niet weet, TPD is de tabaksproductrichtlijn, de tabakswet, kortom. En daar is het dampen ondergeschaard op Europees niveau. Dus de TPD is de Europese richtlijn die alle lidstaten, zowel in Nederland, in België en alle andere lidstaten, die dan in nationale wetgeving moeten omzetten.
En men is daar in Nederland mee bezig. In België is men daar nog niet aan begonnen. Men zit nog aan de regeringsformatie, maar dat staat op de agenda voor net nadat er een regering is. Het nieuws dat nu vandaag loopt, is dat er dus een federale regering zou komen waar dus de Parti Socialist, de Franstalige socialisten, niet zouden inzitten. Dat is natuurlijk goed nieuws, want dat is de partij van minister Laurette Onkelinx. Dat we een nieuwe minister zouden krijgen, is sowieso goed nieuws, want ja, men kan niet een meer fervente tegenstandster vinden dan Laurette Onkelinx. Het is dankzij haar dat we in Europa de miserie gekend hebben. Hè. Zij heeft het op de agenda gezet in Europa. En hoe is de stand van zaken in België? Hoe is het daar met nicotinehouden en liquid gesteld nu bijvoorbeeld? Maar dat staat nu allemaal een beetje op hold, want we zitten tussen twee regeringen in. Maar nemen de praktijk van alle dag? Er is eigenlijk nog niets veranderd. Alleen de geruchten die we krijgen is dat die douane in beslagnames toch wat aan het milderen zijn. In België is officieel nicotinehoudende liquid alleen maar via de apotheken te koop. Die doen het niet. En als we in België het ja, het is dus de stelling dat nicotine een medicijn is en de nicotinehoudende liquid die wij dampen is een verboden medicijn. Er is geen goedkeuring voor in België, dus alle import is illegaal. Daar beroept men zich dan op om de pakjes die de Belgen in het buitenland bestellen in beslag te nemen en te vernietigen. Tegenwoordig vernietigt men ze niet meer, maar stuurt men ze terug naar afzender. En dat is al een heel belangrijk verschil. Vroeger kreeg je dan een schoon begeleidend schrijven van als je niet akkoord was dat je pakje vernietigd werd, dan kon je je gaan verdedigen in de correctionele rechtbank. Dat is een strafrechtbank waar men dus als je ongelijk krijgt tot 5 jaar gevangenisstraf riskeert. Nu worden de pakjes teruggestuurd en men heeft het geval gekend van een damper die gereclameerd heeft omdat dat geen manier van doen is. En die heeft een mooie brief gekregen met verontschuldigingen in plaats van met een dreiging tot gevangenis. En ik had begrepen dat er ook een paar mensen in België boetes hadden gekregen omdat ze hadden geprobeerd om nicotinehoudende liquid. Ja. Er zijn verschillende gevallen en de meest schuine is eigenlijk een soort binnenvallen in een dampwinkel in Brussel, in razzia-stijl. En die mens had eigenlijk in zijn etalage de verschillende model waarvan één een gesloten capsule met nicotine had. En die heeft een boete gekregen van 3000 euro. En die heeft gewoon zijn winkel gesloten. En ik moet wel zeggen dat die echt in razzia-stijl, met politie, de agentschap voor de gezondheid daar, enfin, die de goedkeuring van de producten, dat was eigenlijk absurd, want dat was eigenlijk een winkel van 3 op 5 en die waren daar met 20 man aanwezig. Dus dat is in het geval van een winkelier. En er is ook een beslagname van beestvloeistof, komende van in Amerika. En die mensen hebben, dat was langs de Franstalige kant, en die gast heeft een boete gekregen van 300 euro. En de gemeenschap is samengekomen om die bedrag te krijgen, voor dat te betalen. Maar ik wil terugkomen op wat Luc zei. De situatie in België is zo dat bij een ministerieel arrest is nicotinevloeistof aangezien als medicijn en dus alleen mag verkocht worden in apotheek. Het heel gek aan het systeem is dat de orde van de apotheek zegt, je mag dat niet verkopen, want daar is geen goedkeuring. Dus elke medicament moet een heel proces doorgaan om dat voor dat te verkopen. En die apotheker in principe mogen dat niet zomaar verkopen. Dus uiteindelijk is dat een de facto ban. Maar dat is natuurlijk is dat geen wet. En met de volgende legislatuur, met de liberale
op de juiste plaats en hopelijk de correcte informatie, gaan we een veel soepelere wetgeving krijgen. Dat ze het niet willen verkopen, bedoel, nee, ze mogen het niet. Nee, maar apotheken verkopen natuurlijk meer dingen die geen medicijnen zijn, om maar te denken aan homeopathische middelen. Dat is richtlijn van de orde van de apotheken. Dus dat is de orde en die zegt, voilà, jullie mogen dat niet verkopen, want we weten niet wat de effect zouden zijn. Enfin, de juiste reden ken ik niet, maar ze mogen het niet. Er zijn 2 of 3 apotheken die dat wel doen en die importeren eigenlijk vloeistof uit Frankrijk. Maar die zijn zo een beetje een gevaarlijk spel aan het spelen, want als de orde daarop valt, die kunnen wel een blamage krijgen en eventueel ook sanctie of zo. Maar in principe mogen ze dat niet. En dat is het gek aan het systeem, is dat op ene kant zeggen we, oké, het is medicijn, op de andere kant, de apotheker mogen het niet verkopen. Ja. En er is geen enkel fabrikant die weg wil afleggen om te laten goedkeuren als medicijn. Ja. Wat Luc vertelt over de douane, is dat ook, klopt dat met de verhalen die jij hoort, dat de douane een stuk coulanter wordt met het ook met doorlaten en minder streng controleren? Ik vroeg aan Yves of hij kon corroboreren. Ik ben zelf een paar keer in aanraking gekomen met de douane. Die zijn iets gemakkelijker, maar het haalt niet uit dat die doen proefsteken. En ik heb de voorbeelden gehad, bijvoorbeeld iemand die een mot, gewoon een mot, liet komen vanuit waarschijnlijk China. En die is gewoon teruggestuurd naar China met als reden dat dat gewoon het land niet binnen mocht. Dat dat verboden was. Nee. Hij heeft klacht ingediend enzovoort. De gevolgen ken ik niet, maar ik wil zeggen, je moet altijd, als Belg moet je altijd opletten, want uiteindelijk, officieel mag het niet. Dat heeft ook waarschijnlijk te maken met de hoeveelheid. Dus als je 2 flessen van 30 milliliter laat komen, die zullen veel relaxer over doen dan als je een halve liter laat komen. Dus ja, goed, maar dat wil niet zeggen dat u 2 flessen ook niet in beslag zullen genomen worden of vernietigd wordt of teruggestuurd. Want, en dan wil ik terugkomen over wat Luc zei, de nieuwe mode nu van de douane in plaats van te vernietigen is gewoon terugstuur, want dan is uw aansprakelijkheid, zijn ze niet meer aansprakelijk. Want als ze die vernietigt op basis van wat de minister ooit beslist en die eigenlijk niet juist is, kunnen ze toch ergens aansprakelijk worden gesteld en eventueel kan schade geëist worden. En ik spreek niet over misschien eindgebruiker, maar mensen die een commerce hebben en die grote partij laten komen, dat zou heel duur kunnen kosten aan de douane of de Belgische staat. En ja, het terugsturen is eigenlijk een heel slim manier om te zeggen, kijk, het mag gewoon niet binnen en het gaat terug en voilà, we hebben niks gedaan. Mag ik daar even inpikken? Uiteindelijk het grote keerpunt die er gekomen is in België, en dat is heel heel recent, dat is net voor de verkiezingen, dat is dat niet van de liberalen om dat dus in die programmawet weg te moffelen en zo goed te keuren, want dat is dat uiteindelijk de regering beslist en het parlement heeft niets te zeggen. Daar is een groot niet op gekomen en men heeft de liberalen nodig. De vorige regering was een regering, de klassieke tripartiet van liberalen, christendemocraten en socialisten. Zonder de liberalen hebben ze geen meerderheid. Dat is het belangrijkste nieuws, dat het parlement nu beslist en de regering niet. En in het parlement hebben we een heel grote kans om een schone wetgeving te krijgen. Dat hebben we ook in Europa gezien, als het Europees Parlement de TPD herschreven heeft, het voorstel van de commissie herschreven heeft, dan was dat een zeer leefbare en doenbare wetgeving. Alleen heeft de commissie niet naar het parlement geluisterd in Europa en zijn eigen voorstel doorgedrukt in die trioog daar, die mysterieuze trioog die achter gesloten deuren gebeurt en totaal ondemocratisch is.
is heel vergelijkbaar met de Belgische situatie. Dat kan op regeringsniveau beslist worden en dan wordt dat doorgeduwd door het parlement. En het parlement heeft niets te zeggen. Maar dat zal dus niet gebeuren. Deze keer zal het parlement zijn die de zaak beslist. En ja, daar hebben wij zeer goede contacten van partijvoorzitters. Die ons al, ik geloof dat in Vlaanderen, de reacties die wij hebben, dat bijna alle partijen in Vlaanderen zeggen van wij willen geen medicalisatie van de elektrische sigaret. Wij willen wel een reglementering, maar geen medicijn. Dus daar heeft minister Onkelings serieus haar pluimen verloren op dat dossier. Ja. Ik wilde aan Indira vragen of er nog vragen, commentaren, ideeën, suggesties in chat zijn geweest. Nou, op zich vrij weinig vragen. Ik heb wel of apothekers ook liquids verkopen in België. Dat is wel een goede vraag, denk ik. Daar zijn er twee. Ik moet dat adres even terug opzoeken. Een flesje van 10 milliliter. Was er één in Brussel. Ik denk dat die noemt apotheker Duvert Chasseur. En de merk ben ik niet zeker, maar ik kan dat terugvinden. Ik begreep trouwens dat er in het centrum van het Europees Parlement, daar zijn allemaal winkeltjes en van alles en nog wat, dat daar ook ergens een dampwinkeltje zit. Dat is Ray Story die daar, dus de Ray Story, dat is de grote baas van Tveka, degene die de strijd in Europa gevolgd hebben, kennen Tveka wel, een internationale verkopersorganisatie onder leiding van Ray Story. En het is Ray Story die dus in het Europees Parlement, naast de bar van de Europese parlementariërs, zijn shopje geopend heeft om aan de parlementsleden en de bezoekers zijn elektrische sigaretten te kopen. Ja, wat in het parlement mag niet in België. Ja. En liquid met nicotineverkoop, hè? Maar daar komen ze niet aan, hè? Want ze weten heel goed wat de gevolgen zullen zijn. Ja. Maar ja, dat is hetzelfde, hè? In de bar van de Europese parlementariërs mag gerookt worden, hè? Voor de rest mag in België nergens gerookt worden binnen, maar daar wel, zij passen hun eigen wetgeving niet toe op zichzelf. Hè? Ja, God liket Jovi, non liket Bovi. Terwijl wat Jupiter mag de stier niet. Ja. En wij dus, ja. Ik dank jullie voor deze bijdrage en dan wordt het tijd voor alweer het derde onderwerp. Hier gaan we op voorhand een paar afkortingen uitleggen. Er is een gesprek geweest tussen ACFODA en nog een aantal andere instanties en VWS, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over de zogeheten ROW, oftewel het regulier overleg warenwet. En de reden is, in de warenwet worden een aantal dingen geregeld over het dampen, over vloeistoffen, over dampapparatuur. En omdat dat in die warenwet moet daarover gepraat worden. En gewoonlijk in Nederland worden over dat soort dingen een soort van informatierondes gehouden en kunnen belangenorganisaties hun input geven. Nou, dat is gebeurd. Dat was die ROW, dat regulier overleg warenwet. En daarbij waren twee mensen van ACFODA aanwezig, namelijk Martijn Vonk, Zwaaijes. Ja, Martijn. Hallo. En Els, op het forum bekend Els Wassenaar, op het forum bekend als Elstek, die zijn met z'n tweeën daar geweest. Ik wilde Martijn vragen om een kort verslag van de gebeurtenissen en Els om een kort commentaar daarop, als dat voor jullie een haalbare taakverdeling is. Goed. Martijn, je mag één keer diep ademhalen en dan beginnen. Een kort verslag. Je hebt er op het forum ook iets over geschreven. Laat ik je een eerste vraag stellen. Wisten de ambtenaren veel van de spullen die op dampgebied te koop zijn? Nee, wisten ze eigenlijk niet. Ze kenden de wegwerpers. En eigenlijk is de hele regelgeving ook gebaseerd op die wegwerpers. Ja. Want dat is wat ze kennen. Uiteindelijk kenden ze natuurlijk ook wel de egootjes met het Liromizer. Maar ze waren enorm verbaasd toen ik mijn PTR pakte. En daar wat erin uithaalde. Oké. Okay. En ja, later nog veel verbaasder toen ik uitlegde wat een drippel was. Oké. Okay. Dus de ware kennis die lag meer in de handen van ACFODA dan in die van de ambtenaren. Ja, ik moet zeggen dat de ACFODA natuurlijk ook heel veel verklaard heeft in het gesprek. Maar het geeft wel de start van het gesprek aan. Ze willen zo snel mogelijk wetgeving doorvoeren. Ze willen eigenlijk niet weten wat er speelt.
En ze zien het hele gesprek maar als een formaliteit die even doorgeduwd moet worden. Wie waren er aanwezig overigens? ACFODA was er, de ESEG-bond, wie nog meer? De ware autoriteit. Ja. Even denken. Trimbos. Ja. Trimbos. Eigenlijk waren dat de mensen die wat gezegd hebben. Er waren nog wat meer mensen, maar die waren niet zo vocaal. Aan de ESEG-bond natuurlijk. Ja. Samen met Ray Story. Ja. Ray Story zelf had niet veel in te brengen, maar hij was er wel. En hij verklaarde meteen aan het begin dat hij degene was die de rechtszaak tegen de Nederlandse staat gefinancierd heeft. En ik denk dat dat wel zijn nut is geweest. Van als je medische wetgeving gaat doorvoeren, dan krijg je weer mee te maken. Oké, ja. Hoe vond je de toon van het gesprek? Waren ze nieuwsgierig? Waren ze bereid om te luisteren? Of dacht je dat ze eigenlijk al wel wisten wat ze wilden? Nou, nee, ze waren niet nieuwsgierig. Er was gewoon een enorm groot document aan wetgeving door te werken. Ja. In het begin ging het wat traag. Aan het einde werd het gewoon werd alles snel afgekropt en moesten we gewoon meters maken. Want anders kwam het gesprek niet binnen de tijd af. Oké, ja. En het gesprek begon natuurlijk meteen met het verhaal van de TPD is nou besloten door een democratisch proces, volgens hun. En discussie over de TPD is niet mogelijk. We praten alleen maar over de implementatie en niet over hoe het zover gekomen is. Maar ja, vanuit die ambtenaren bezien kan je dat. De TPD is inderdaad gewoon, die is vastgelegd. Het gaat nu over hoe Nederland dat gaat inkleuren. Dus Misschien kan je, ja. Ik bedoel, we zijn het er niet mee eens. Maar nee, maar dat is de strekking van het gesprek ook. En in het gesprek hebben we het ook gehad over de moeilijke punten van de TPD, zoals consistente dosis. Consistente dosis, ja, eigenlijk krijg je dan dat het ministerie zegt van ja, het staat in de TPD, dus het moet. Maar de ware autoriteit heeft dan ook vragen bij van wat is dan een consistente dosis? En daar kregen we geen antwoord op. Ja. Els, wat was jouw impressie van het gesprek? Er zat een hele batterij aan ambtenaren van VWS. Er was ook iemand bij die de onderhandelingen heeft gevoerd. En die zat nog met een stukje pijn dat ze zich toch zo had ingezet om het als medicijn te gereguleerd te krijgen. En ja, die zat dus nog met ook een stukje betrokkenheid en emotie voor ons naar de verkeerde kant toe. En zij wist ook heel erg veel er al van. Dus je hoefde haar eigenlijk niks meer te vertellen. Maar uit alles bleek dat ze gewoon niks wist. Ze haalden alles door elkaar. Mm-hmm. En aan die TPD zitten juridisch een heel aantal haken en ogen. En dat zit natuurlijk aan deze ANVB ook. Mm-hmm. Kort even opzommen, de haken en ogen. Nou ja, heel, heel belangrijk is natuurlijk, je hebt altijd een doel met regelgeving. Mm-hmm. En het doel heiligt de middelen, normaal. En dit is eigenlijk een beetje de omgekeerde richting op reguleren. Het doel is eigenlijk niet helder. Het wordt behandeld als een heel onveilig, gevaarlijk, vergiftig product en dat moet worden uitgebannen. Maar tegelijkertijd wordt ook erkend dat het een oplossing is voor het roken. Of dat het althans beter is. Dus er wordt de hele tijd gezegd, het wordt niet gebannen. Maar van de andere kant, in de praktijk komt het daar gewoon toch steeds weer op neer. Ja. Ze zitten nu in die ANVB, ze hadden ook heel driftig overgepend en een paar keer wat vrijere woordkeus genomen en daar waren ze gewoon steeds fout in gegaan. Dus in de TPD zal je niet vinden dat een e-sigaret een bepaalde vorm
moet hebben. Daarin zit juist een hele rare definitie van e-sigaret in. Waardoor alle onderdelen ervan, de hardware, het, ook al zit er geen nicotine in, er ook al onder valt. Maar in Nederland gingen ze nog verder en zeiden ze, het is alleen maar of de wegwerper, of de navulbare. Even kijken, wat heb je dan nog meer? En nog iets, maar het, zeg maar, de dripper, zeg maar, kwam er niet in voor, dus die zou van de markt worden geband. Want ik had begrepen uit het verslag ook inderdaad dat alles wat zij niet noemen, is per definitie verboden. Terwijl natuurlijk normaal beschrijft een wet van dit mag niet en wat niet verboden is, mag wel. Het lijkt alsof ze hier precies de omgekeerde weg bewandelen. Nou ja, ze willen dus innovatie voorkomen. Want het zou kunnen zijn dat er nieuwe producten worden ontwikkeld die er niet onder vallen. Dat was het doel wat ze daarmee wilden bereiken. Dat staat ook in de toelichting. Alleen in de TPD staat het niet. In de TPD staat wel een bijzondere procedure. Wil je als land een toegestane e-sigaret alsnog van jouw markt verbannen? Nee. Hè? Die mogelijkheid bestaat nog steeds, maar dan moet er wel iets heel specifiek zijn met de motivering op de volksgezondheid van jouw bevolking. Waarom jij nou specifiek, en niet heel Europa breed, maar jouw Nederlandse bevolking daartegen beschermd moet worden. Ja. En dat ontbreekt allemaal. Je zou kunnen argumenteren, in Nederland gaat de invoering van de van de TPD gaat via een algemene maatregel van bestuur. Die gaat niet langs het parlement. Ja. Dus het parlement heeft hier helemaal geen zeggenschap meer over. Je zou kunnen zeggen, nou laat hem dan maar slecht en inconsistent en brak zijn. Want dat geeft bijvoorbeeld de ICIG-bond wapens in handen om een tamelijk vernietigende rechtszaak te voeren. Nou, dat zijn ze niet van plan, want op een aantal punten die heel nadelig zijn voor consumenten, is het heel voordelig voor de verkopers. Er staan de belangen van ons echt lijnrecht tegenover elkaar. Denk eens uit. Nou, bijvoorbeeld de 10 milliliter flesjes. Ja. Dat brengt, nu kan je goedkoper inkopen, dus met 30 of met 50 milliliter. Er zijn ook veel mensen die in het buitenland halen. Er zijn merken, daar zijn de minimale flesjes, zijn 12 of 15 milliliter. Mm-hmm. Die krijg je na 1 januari de grens niet meer over. Dus de dingen die net verteld werden van België, die krijgen wij dan volgend jaar met dat soort dingen. Verkopers zouden dan wel, die Amerikaanse merken die je alleen maar in 30 of in 15 milliliter flesjes kan krijgen, kunnen overgooien. Mm-hmm. In 10 milliliter flesjes. En dat is lekker duur. Nee, maar dingen als je moet consistente afgifte hebben, het moet lekvrij hervulbaar zijn. Ik kan me voorstellen, misschien Monique is er nog? Ja? Ik kan me voorstellen dat jij als verkoper denkt, laat ze maar daar ga ik over protesteren. Of wil je het niet in de kaart laten kijken? Dat kan ook. Je hebt het nu tegen mij, Karin. Ja? Ja. Nee, het is natuurlijk al een kwats wat ze verzinnen. Het is zulke belachelijke eisen dat daar gewoon niet aan voldaan kan worden. Dus ik denk dat daar heel hard op ingegrepen moet gaan worden. Want op deze manier is het voor iedereen onmogelijk. Ik bedoel, je kan ook een sigaret uitbrengen op de markt die niet brandt of zo. Weet ik veel, of iets, verzin maar iets raars. Mm-hmm. Het is natuurlijk gewoon een rare regeling waar ze nou mee aankomen. En, ja, het kan gewoon niet. Het is niet te doen. Ja. En ik heb al een paar ideeën daarachter, maar ik weet niet of dat ik dingen hier moet vermelden. Dat zou ik gewoon niet doen. Tijdens het ROW zei de ware autoriteit ook dat zolang als er geen normen zijn, is het dus ook niet te controleren, kan je het ook niet handhaven. Dus het zijn lege bepalingen. Ja. Ik begreep trouwens dat de ware autoriteit
ook redelijk kritisch was over de invulling van de voorstellen die de ambtenaren hadden gekozen. Dat zei ook een beetje dat van, nou, dat gaat wel heel ver. Of nou, dat was nou ook weer niet de bedoeling. Klopt dat? Ze zijn zelfs zo ver gegaan te zeggen dat er nu al voldoende regelgeving is. Okay. Hey, je hebt natuurlijk de etiketteringsregeling. Ja. Die ziet op dat gevaarlijke goedje. En vervolgens heb je ook nog allerlei productveiligheidsregels met betrekking tot de batterijen, tot dat giftige. En verder heb je consumentregelgeving, dat wat erop staat, of wat erin zit, moet erop staan. Of wat erop staat, moet erin zitten. Het is maar wel hoe je het bekijkt. Dus als het staat 9 milligram per milliliter, dan moet dat er ook in zitten. Dat is al lang geregeld. Daar heb je die wet niet voor nodig. Ja. Of die ANVB niet voor nodig. Die staat vol met holle frazen. Dus die consistente nicotinedosis, dat is er eentje van. Ja. En dat zou dan moeten zijn ook dat er altijd hetzelfde met ieder pufje, ieder trekje. Ja. Maar ja, goed. Dat kan met sigaretten ook niet, natuurlijk. Nee, Varselinas heeft al met studie uitgemaakt dat het een verschil kan zijn met een factor 20 tussen de ene en de andere gebruiker. Ja. Gewoon hetzelfde apparaat, hetzelfde ouderdom, hetzelfde gehalte. Ja. De hele bubs. 1 tot 20 verschil per gebruiker. Dat is fors. Ja, dus het is zo'n onzinnig verhaal. Ja. En over dat navulmechanisme, ja, dan bleek ook dat ze gewoon de Nederlandse markt niet kenden. Want wij hebben hier eigenlijk niet, of nauwelijks, of ik weet het niet, maar producenten van hardware of van flesjes. En zij dachten, nou ja, we weten ook niet wat er precies mee bedoeld wordt, maar laat de markt dan maar inventief daarmee aan de slag gaan. Mm-hmm. Nou, dat is dus ook gewoon strijdig met bepaalde principes van hoe je regelgeving maakt. Dat kan gewoon niet. Zoiets vaags kan je niet de wereld ingooien en veel succes daarmee. Je hebt op de Nederlandse markt geen innovatieve producenten, fabrikanten die zich bezighouden met navulverpakkingen, flesjes, liquids. Nee. En hoe gaat het nu verder? Er ligt ze hebben een aantal teksten geproduceerd op het ministerie, de ambtenaren. Daar is nu overleg over geweest. Krijgen jullie nog een keertje te zien wat ze aanpassen? Hoe gaat het verder? Nou ja, ze gaan het doorsturen naar de Raad van State. Mm-hmm. Daar zitten goede wetgevingsjuristen en die bekijken het een en ander wat nader. Ja. Dus ik hoop dat we daar ook gehoor zullen vinden voor die gebreken die er gewoon regeltechnisch zijn. Maar je kunt niet inspreken bij de Raad van State of zo. Wat heb je als gebruiker? Of als gebruikersorganisatie op dat moment? Als burger kan je je laten horen daar. Dat kan gewoon schriftelijk verzoek, een petitie heet dat, indienen. Ja. Dus ik denk dat verstandig is. Jeroen Dijsselbloem heeft vandaag op zijn falie gekregen van de Raad van State, wegens broddelwerk. Dus, nou ja. Ik hoop dat daar wat meer gehoor gevonden wordt. En Martijn, het traject van de ANVB, van de Algemene Maatregelen van Bestuur, het gaat niet langs het parlement. Het was geloof ik aanvankelijk het plan om voor de zomer nog een maatregel klaar te hebben. Dat is niet gelukt. Wat is nu de agenda? Dat is een beetje onzeker. Het ministerie zelf heeft extra mensen ingezet om de wet zo snel mogelijk of zo spoedig mogelijk te realiseren. Normaal gesproken hebben ze 2 mensen op een wet zitten. Deze wet zitten er 5. Mm-hmm. Omdat 2 van de warenwet, 2 van de tabakswet en eentje ertussenin. Mm-hmm. Ja, dat is een beetje onzeker natuurlijk. De minister zegt, ik wil het zo snel mogelijk gedaan krijgen. En het is natuurlijk moeilijk om deze wet netjes te schrijven. Dus ja, het is algemene maatregel van bestuur. Dus het is niet helemaal een wet, het is invulling van de wet. Ja. Klopt, hij gaat gewoon niet langs het parlement.
Ja, was dat maar een wet, want dan kon je nog de politieke partijen inschakelen. Ja, dus... En dat kan je natuurlijk sowieso. Ja? Dat kan je natuurlijk sowieso de politiek oproepen, want... Ja. Nu werd ook als reden gegeven voor het inzetten op snelheid en het invoeren van de TPD, dat dat de roep was van politici. Maar ja, goed, ik heb de verslagen erop nagekeken en waar de politici zich vooral druk om maken is de leeftijdsgrens. Ja. En dat wordt in deze ANVB niet geregeld. En er wordt ook niet echt een wezenlijke bijdrage geleverd aan productveiligheid of dat er gevaren... Kijk, er zijn geen borstjes met kinderen die liquids opdrinken. Ja. Dus er zijn geen gevaren die afgewend moeten worden. Ja, ik denk eigenlijk dat contact met politici nou heel belangrijk is, want het ministerie heeft het steeds over een politieke noodzaak. Maar ja, inderdaad, wat we zien als politieke noodzaak is leeftijdsgrens aan reclame. En niet al die kleine regeltjes over hoe groot je klierenmuis er is. Nee. Dus wanneer er in het parlement dan toch daar vragen over gesteld worden, dan denk ik dat het op die manier nog wel ook te beïnvloeden is, de uitkomst. Nee. Ja. Mag ik daar nog eens eventjes op inpikken? Dus Nederlandse procedure is gelijkaardig aan de Belgische. Hè? Dus de Raad van State moet zich daar ook nog over uitspreken. Het zal in België ook zijn als er een wet komt, wordt die ook wel eens bekeken door de topjuristen van de Raad van State vooraleer dat in stemming gaat. Maar er is nog, aangezien dat het de implementatie is van een Europese directieve, het is eigenlijk de taak van de Europese commissaris van Volksgezondheid in dit geval om op de lidstaten toezicht te houden dat hun directieven op een correcte manier geïmplementeerd wordt. Dus dat artikeltje van alles is verboden wat niet vermeld is, dat zou normaal in principe door de commissie moeten tegengehouden worden. En daar is het natuurlijk ook weer koffiedik kijken, daar is het ook verkiezingen geweest in Europa. De commissie is nog niet gekend, binnen een maand zou de commissie gevormd moeten zijn voordat die op verlof vertrekken. En ik geloof dat dat op 14 juli is, dat ze in Europa op verlof vertrekken. Zou dus de nieuwe Europese commissie gekend moeten zijn. Gaat dat nog altijd Tonio Borg zijn van Malta, die de commissaris voor volksgezondheid is? Ik denk het niet. Misschien dat we daar ook een bondgenoot kunnen krijgen op dat postje. Het zijn spannende maanden nu met al die regeringsvormingen. En Els, jij wilde iets zeggen nog? Ja, dit is geen implementatie van de richtlijn. Dit is een tijdelijk warenwetbesluit. En het wordt te zijner tijd nog omgezet in de tabakswet. En dan wordt er dus wel... zeg maar het parlement bij betrokken en de implementatie. En dit wordt wel gemeld aan de Europese Commissie, maar het is niet implementatie. Ik wilde aan Indira vragen of zij iets uit de chat kan melden. Nou ja, op zich zijn er vrij weinig vragen. Het is ook wel een duidelijk verhaal wat er verteld wordt, denk ik. Er was alleen nog één vraag van, is het formele verslag van de RO nog ergens te lezen? Het komt nog, het is nu nog concept. En daar mogen wij ons commentaar nog op geven. Nou, dat is nog een hele klus, want het is een totale brei van onbegrijpelijke zaken. Terminologie? Ja, nee, niet. Niet alleen de terminologie, maar gewoon er staat niks in. Het is zo'n slecht verslag. En daar moest iedereen dan voor de 24ste op reageren. En daarna zou het op de website van het ROW worden gepubliceerd. En dat krijgen wij ongetwijfeld en dan zetten we het ook gewoon op het forum. Oké. En dan is het zaak om... een hele goede petitie op te stellen die naar de Raad van State zou kunnen. Ja. Ja. Dan wil ik even van James zeggen, hij was er ook bij, hè? Je was vergeten hem te noemen. Oh, excuus. Ja. Ja. Mijn excuus. Maar Karen, het is dan een andere petitie dan wat je normaal met een handtekeningenpetitie doet, hoor.
Nee, een inhoudelijke brief waarin je een aantal bezwaren uiteenzet. Ja, ja, gewoon echt een visie en een zienswijze. Ja, nee, maar ik denk ook dat je dan met een aantal mensen bij elkaar moet gaan zetten en een heel goed stuk in elkaar moet timmeren. Ja. Dat is, ja. Ja, en het gaat niet om handtekeningen, dat is evident. Ja. Het gaat om kwaliteit. Ja. Dan dank ik jullie heel erg voor je bijdrage aan dit onderwerp. En dan gaan we naar punt 4 alweer. Time flies. Als je aan het zweven bent. Het gesprek dat Acvoda heeft gehad met Alliantie Nederland Rookvrij. Daarbij waren vanuit Acvoda in ieder geval James en Martijn. Sla ik nog iemand over? Nee, James en Martijn. Oké, ja. Het is jammer dat James niet bezig is. Ja, James had een tamelijk brakke internetverbinding. Dus het lukt hem niet om hier vanavond bij te zijn. Dus ik ga jou vragen, Martijn, om daar iets over te vertellen. En eerst, wie en wat is dat, die Alliantie Nederland Rookvrij? Dus de opvolger van Stivoor? Of hoe moet ik me dat voorstellen? Het is een verzameling van de verschillende organisaties die tegen roken zijn. Het kan de Hartstichting, de Longstichting. Een hele aantal verschillende organisaties die samen tegen roken zijn, zich samen in die alliantie verenigen. Een belangrijke is natuurlijk de Longstichting met Michael Rutgers als leider. Ja. Die zijn we hier tegengekomen. Ja, die was daar ook bij. Ja. Ja. Op zich was het mooi. We kwamen eraan en we hadden eigenlijk verwacht dat we een beetje afgedaan werden als een onbelangrijk clubje. Maar nee hoor, bijna alle topmensen zaten daar. De vergaderkamer zat goed vol. We zaten daar met, laten we zeggen, 8 vertegenwoordigers van Alliantie Rookvrij. Mm-hmm. Het gesprek begon met Michael Rutgers, die eerst een lange tijd vertelde dat hij de individuele damper best respecteert en ook vindt dat ze goed bezig zijn. Ja. Maar de sfeer was wel goed. Oké. Okay. Nee, maar ja, hoe ging Rutgers verder? Individuele dampers vindt hij best leuke mensen en dat is ja. De consensus was ook dat in het verleden in de media dat het niet altijd lekker ging met communicatie vanuit de alliantie of vanuit Rutgers dan. Okay. Nou, dat is prettig dat hij dat toegeeft, ja. Ja. We hebben het ook nog even gehad over de Sigalike en wat er allemaal aan een reclames langskomt. En we hebben ook eens mooi kunnen uitleggen van, kijk, die Sigalike is voor ons dampers, voor ons ervaren dampers, eigenlijk helemaal niet zo belangrijk. Wij zijn van de vervulbare sigaret. Mm-hmm. En de hele lobby die nou bezig is om de e-sigaret te verbieden, die zorgt net dat er heel veel markt komt voor de wegwerper en veel minder voor de navulbare sigaret. En, maar dat is ook wel een mooi begrip voor. Het kwartje viel. Ja. Ik moet je zeggen, ik heb eerder toen. Ik ben de naam even kwijt. De Partij van de Arbeid, Kamerlid. Die ook. Wat zei je? Rabo misschien. Ja, die. We hadden een gesprek bij haar en daar was. Ben ik nog steeds in beeld? Want ik. Hebben we nog beeld? Ik zie alleen maar een logo op dit moment. Voor mij ben je in beeld. Gaat goed, sorry. We hebben gesprekken gehad in oktober of november, geloof ik, in het gebouw van de Tweede Kamer. Daar was Rutgers ook bij. En toen hebben zowel Marcello als Roel Vreeso van de ECIF-bond, als ik ook gezegd dat hun huidige opstelling vooral de fabrikanten van wegwerpsigaretten, de neppers, in de hand speelt. Dus als hij nu zegt van, oh god, dat is toch wel een leuk argument, dan denk ik, ja, maar dat hebben we hem al maandenlang verteld. Waarom ziet hij nu eens het licht? Of anders gezegd, heeft hij het licht wel echt gezien? Of was het gewoon een soort van vriendelijk zoethoudertje? Of laat je daar maar liever niet over uit? Nee, ik zag het gesprek toch wel als positief. James en ik moesten helemaal naar Utrecht rijden. En ze wisten dat we vrijwilligers waren. Dat was ook heel duidelijk. Ze zeiden ook meteen van, weet je, het volgende gesprek, dat houden we wat dichterbij. Oké, dat is misschien ook een goed houdertje, maar gezien de sfeer in het gesprek,
denk ik toch echt wel dat ze ons zien als gepassioneerde dampers en dat ze onze belangen toch wat meer begrijpen hoor. In ieder geval niet meer. Om in de media, als er weer een kassa komt, om ook even van tevoren met elkaar te praten en dat het niet meer zo uit de hand loopt als de vorige keer. En het hele idee van dat wij een soort vooruitgeschoven groepje van de tabakslobby zijn, dat is wel van tafel. Dat is helemaal van tafel. Oké, nou dat is winst, ja. Zijn ze ook van plan om nog iets te zeggen publiekelijk over, als je dan toch echt nicotine wil, ga dan in hemelsnaam dampen in plaats van aan de sigaretten blijven? Of dat kunnen we niet vragen nog? Ja, ze zeggen in ieder geval publiekelijk dat dampen zeker beter is als roken. Dat staat ook op hun website. Dat standpunt hebben ze al langer, alleen ze zullen dat beter publiceren. Ja, oké. Okay. Toen wij suggesties deden over, zou je het promoten, toen werd het natuurlijk wel wat moeilijker. Dat zien ze nog niet zitten. Ja. Hebben ze wel verwezen naar wat er nou in Engeland aan de hand is, en ze volgen dat ook, maar ze willen zeker nog geen stiekem doen totdat er meer medisch bewijs is. Moet je even toelichten wat er in Engeland aan de hand is? Ja, daar zijn een heel aantal anti-rookorganisaties die de e-sigaret niet direct promoten, maar wel heel e-sigaret vriendelijk zijn. En die zeggen van, als jij een e-sigaret wil gebruiken om te stoppen met helpen, dan helpen we je al daarbij. Okay. Maar dat is voor hen nog, in Nederland is dat nog een stap te ver? Dat is voor hen nog een stap te ver, ja. Okay. Maar ik vind het wel mooi dat ze in de verdediging gaan in plaats van in de aanval. Ja. Ze stellen zich nou verdedigend op van, ja sorry, maar dat kunnen we niet vertellen. In plaats van dat ze meteen de aanval nemen op de e-sigaret. Oké. Okay. Nou, wie weet. Is er een vervolggesprek gepland? Hebben jullie afgesproken contact te houden? Hoe gaat het verder? Klopt, we hebben afgesproken contact te houden. Dan hangt nog niet meteen een datum aan. Hmm. Als dat nodig is, nemen we gewoon weer contact op. Oké. Okay. Ja. Nou, ik hoop dat jullie nog heel veel contact hebben. Ik ook. Ja. Indira, zoals altijd, commentaar, vragen, opmerkingen uit de chat. Heb je iets leuks of iets in? Ja, weer vragen waar al antwoord op wordt gegeven door middel van het gesprek. Dus vrij weinig vragen op zich. Er was wel één vraag en dat is, valt de 0 milligram liquid ook in de TPD en voor boven de 18 jaar of valt het er buiten? Volgens de warenwet valt hij er volledig buiten. Alleen, ze kennen de producten niet en ze denken alleen maar aan een wegwerpsigaret. Waardoor, ja, een e-sigaret waarmee je nicotine kan dampen, ja, daar kun je dus eigenlijk ook iets anders mee dampen. Nee, maar het gaat om de 0 milligram liquid, nicotine. Valt er volledig buiten. Dus dat kan gewoon aan kinderen verkocht worden, allemaal geen probleem? Je kunt een 0% nicotine liquid met cafeïne verkopen, want er zit geen nicotine in. Okay. En die mag je ook dan in tankjes van groter dan 2 milliliter gebruiken? Geen probleem. Oké. Okay. Nee, die mag je toch niet meer in Nederland verkopen, die tankjes? Ja, maar misschien wel als je nicotine vrijdampt. Ja, maar hoe ga je dan garanderen dat dat tankje nooit voor nicotine wordt gebruikt? Ja, nee, ik snap de commotie, maar ja, het geeft aan hoe onwerkbaar deze uitgangspunten zijn. Is er nog meer wat je wil vertellen over het gesprek, Martijn? Of denk je, ik heb zo de... Ik heb de grote lijn wel gehad. Ja. Wat denk je dat we daarmee zijn opgeschoten, Martijn, met het gesprek? Heb je... Nou, ik denk dat we vooral in de social media veel minder ruzie met elkaar hebben. Dat hebben we de afgelopen maand al gezien. Een paar maanden geleden was het een constante aanval van de diverse leden van de Alliantie Rookvrije op de e-sigaret. Ieder slecht bericht, een slecht onderzoek was, werd meteen getwitterd en gepubliceerd op de websites. Ze zijn al rustig over de e-sigaret, ze praten er nauwelijks meer over. Okay. Ja, dat zie ik toch wel als winst. Ja. Mooi. Ja, dat was het van deze kant. Dankjewel. Dat was punt 4 alweer. Even kijken waar we nu zijn. De douaneperikelen. Dat is een hoofdstuk apart, vrees ik. Sinds op een gegeven moment, je zag zo in april al wel, ik zag het op internationale fora, dat mensen ineens merkten dat de spulletjes die ze in China kochten,
met grote vertraging aankwamen en kennelijk dat de douanes in allerlei landen toch aan het controleren waren. En ineens in mei werd het in Nederland ook heel erg zichtbaar. En ineens meldde zich het ene bedrijf na het andere bedrijf op het forum met een mededeling dat van hen spullen vaststonden bij de douane. En een van de eerste was Ditta van HDV. Ditta, hoeveel pakken staan er van jou ondertussen vast bij de douane? Het zijn er twee, omdat ik dus een tijd gewoon niet heb durven bestellen. Want op een gegeven moment heb je zoveel geld vaststaan dat het dus angstig wordt om, je kunt niks meer verkopen. Dus niks meer in huis. Ditta, één ding, kun je je camera iets anders instellen, want je banner valt helemaal over je mond heen. Ja, ja, nou weet het. Goed zo, dankjewel. Je wordt inkoopschuw. Ja, absoluut. Ja, absoluut. Zeker weten. Als jij dus op je spullen minimaal 6 tot 8 weken moet wachten. Ja. Ten eerste zijn de spullen die je besteld hebt, zijn onderhand niet meer echt nieuw. Want de meeste zijn heel veel nieuwe dingen uit. Dus je gaat oude spullen verkopen. In ieder geval, het is wel nieuw, alleen voor de mensen, de echte dampers, is het oud spul. Ja. Want het is al heel lang te koop. En jouw kapitaal staat vast. Dat ligt bij de douane. Ja, mijn kapitaal ligt inderdaad bij de douane. En van als je geen spul hebt, kun je ook geen geld maken. Ja. Het is gewoon heel simpel. Dus ik ben een hele tijd schuw geweest om in te kopen. Ja. Ik ben wel weer aan het inkopen. En mijn eerste zending is ook weer vrij. Is ook ik heb 1 zending doorgekregen. Yeah. Vorige week vrijdag. Je bedoelt een latere bestelling die is doorgekomen? Een latere bestelling, ja. Maar ik heb wel heel bewust aan een leverancier gevraagd. Zet precies erop wat erin zit. Mm-hmm. Zet precies het bedrag erop. Mm-hmm. En kijken wat er dan gebeurt. Ik heb vrijdag geleverd en de DHL, de couriersdienst, die zei van joh, er zit zo'n ander formulier als normaal op. Dus ze zijn er echt heel erg mee bezig bij de douane. Oké. En ik hoorde juist ook vandaag van een shop, ik geloof EA Sigaret Nederland. Ja. Die had het anders aangepakt. Die had een bestelling laten labelen als gadgets. Er werd helemaal niks. En dat was ook gekomen. Is dat al binnen? Ik heb wel gelezen dat ze dus het zouden opsturen, maar ik weet niet of dat al binnen is. Ik had de indruk dat het binnen was, maar... Ja. Nou, weet je, als ze dat eruit halen, dat jij er dus echt helemaal niks op zet, en ze pikken dat eruit, dan weet ik niet of je het dan wel zou krijgen, daarna. Als je dus echt precies erop zet wat erin zit, denk ik dat je het wel eerder krijgt. Dat idee heb ik zelf. Ja. Maar het lijkt ook alsof er iets meer aan de hand is. Een van de getroffen winkeliers die vertelde anderhalve week terug dat ze een zending hadden doorgekregen die ook met grote vertraging pas was doorgestuurd en die vond in de doos een brief van de douane die voor intern gebruik is. Marcel zou proberen om dat berichtje klaar te zetten zodat dat we even mee kunnen lezen. Daar stond op dat het pakket was gecontroleerd in verband met de actie e-sigaret die liep tot en met 23 mei van deze maand, afgelopen maand. Ja. Kennelijk is er iets meer aan de hand dan alleen maar een steekproef. Nou, ik heb vorige week DHL aan de telefoon gehad, omdat dus mijn 4 weken voorbij waren. Toen zei ze ook van na 4 weken kun je dus DHL bellen en dan kan DHL naar de douane bellen. Ja. En die vertelde mij dus dat het vooral gericht was op liquid. Ja. Omdat de NVWA, de warenwet, in Chinese liquids zware metalen had gevonden. Dat werd door DHL aan mij verteld. Ja. En ik heb 2 medewerkers aan de lijn gehad, omdat dus 2 pakjes vaststaan, en ze vertelden alle 2 hetzelfde verhaal. Dus of dat echt waar is, ik weet dat niet. Maar het zou natuurlijk kunnen. Bij Evapor zijn ook een paar zendingen die vaststaan, en daar zitten echt alleen maar drippers en helemaal geen liquids in. Dus... Ja, bij mij ook niet. Nee. Ik heb helemaal geen liquid vaststaan. Ik heb geen liquid uit China. Nee. Ik heb heel bewust liquid uit Polen en uit Duitsland en uit Nederland. Mm-hmm. Dat heb ik dus heel bewust gedaan en ik heb de Chinezen echt eruit uitgegooid. Ja. Dus daar heb ik ook gezegd tegen DHL, van joh, er zit helemaal geen liquid in. Hij zegt, ja, maar dat is misschien de reden dat ze het eerder vrij zullen geven. Maar ja, het zit nu ruim 5 weken vast. Dus ik heb nu nog 1 week en dan kan ik weer aan de bel gaan trekken bij DHL. Mm. En dan zeggen ze dat ze wat kunnen doen. Maar ja, ik begin er weinig vertrouwen in te krijgen.
eerlijk gezegd. Ja, en ik weet, op danforum.nu heeft iemand een group buy georganiseerd, een groepsinkoop. Ja, heb ik ook gezien. Die staat ook vast en dat zijn bepaald geen liquids. Dat zijn alleen maar batterijhouders en één of twee drippers rebuildables. Ja, nou ik heb het idee dat het gewoon een ontmoedigingsbeleid vooral is voor de webshops in Nederland. Dat idee heb ik zelf. Ja. Of je zou kunnen denken dat ze een soort inventaris aan het maken zijn van wat komt er nou Nederlands in uit China. Zou dat geen mogelijkheid zijn? Van, alleen van e-spullen, niet van andere spullen, alleen maar van e-sigaretten. Ja, maar in principe moeten ze dat kunnen weten, want je op iedere pakje wat dus aan een webshop met e-rookartikelen wordt gestuurd, staat in dat er dus e-sigaretspullen in zitten. Dus dat moeten ze in principe kunnen weten. Ja, maar misschien dat ze willen zien wat het dan is. Ik bedoel, zijn het ego-dingetjes, is het iets anders? Misschien dat ze hun ware kennis aan het opvijzelen zijn? Zou het helpen, denk je? Ik weet het niet. Ja. Nou, ik verwacht het eerlijk gezegd van niemand. Daarom zei ik van, ik vind het heel triest dat dit gebeurt. Want ze maken gewoon, op deze manier maken ze gewoon de handel kapot. Mm-hmm. Dat vind ik persoonlijk. En toch als je dus op een gegeven moment 2 of 3 zendingen vast hebt staan, dan krijg je toch wel de angst, denk ik. Ja, ik zit er ook al over na te denken om via Duitsland te gaan bestellen. Ik heb een goede kennis in Duitsland en om het daar dan maar te laten komen. Ja. Want in Duitsland is, daar hebben we toevallig een paar weken geleden over gehad, is dit ook aan de hand geweest, een tijdje. Maar dat is dus nu helemaal vrij. Dat wordt zonder problemen wordt dat doorgegeven. En dus, wat was hun argument in Duitsland om dingen te gaan controleren? Daar hebben we het eigenlijk niet over gehad. Alleen heeft hij gezegd gehad van, wij hebben het ook gehad. Het wordt wel weer beter. Alleen het duurt even voordat ze dat loslaten en dat ze dus weer door laten gaan. Okay. Dus in die tijd om het een paar weken of een paar maanden in Duitsland aan te laten komen. En het is hier net over de grens, dus ik kan het zo ophalen. En het zo op te lossen, dat is misschien een idee voor mij. Monique, misschien, jij koopt natuurlijk ook een boel in uit China. Heb jij last gehad van de douane? Nee, totaal niet eigenlijk, tot nog toe. Al onze pakketjes zijn er gewoon doorgekomen, ook omstreeks de tijd dat de zendingen van de rest werden vastgehouden. Maar ja, goed, waar het aan ligt, weet ik niet. Maar ik weet wel dat wij van het begin af aan al de werkelijke waarde op de pakketten laten zetten. Wat een heel belangrijk ding is bij de douane. En erop laten zetten wat erin zit. En die van ons zijn er allemaal gewoon keurig eentje doorgekomen. Dus ja, waar het aan ligt, weet ik niet. Ja. Ik kan er weinig over melden. Ik heb er tot nog toe geen last van, ik klop het af. Maar af en toe gewoon een normale douane check. Hè, dat er een paar flesjes liquids even zijn gecontroleerd of bla bla bla. Maar ik weet wel dat de Belastingdienst bijvoorbeeld ook op het moment heel erg aan het controleren is. Zijn bij ons ook geweest. Omdat de liquids voornamelijk verkeerd ingeklaard worden door TNT, DL, noem maar op. Hmm. Ook te weinig belasting en invoerrechten op geheven. Dat willen ze eventjes gerecht trekken. Dus ik ben bang dat verhaal A met verhaal B te maken heeft. Het draait uiteindelijk allemaal geld. Ja, dat kan ik me dan nog wel weer voorstellen. Ja, ik ben echt bang dat dat gewoon het probleem is. Dat ze vaak pakketjes aantreffen waarop niet werkelijke waardes worden aangegeven. En waarop niet staat wat erin zit. Ik denk echt dat dat het probleem is. Maar goed, of het zo is, dat zal de tijd uit moeten wijzen. Ik klap tot nog toe in mijn handjes. Ja. Allemaal netjes door bij ons. Ja, ja. Laten we hopen dat dit van korte duur is, want ik kan me goed voorstellen wat dit alsof het kopschuw wordt met inkopen. En overigens, gebruikers die maken er ook het een en ander van. Op het forum lees ik ook dat spullen die mensen zelf inkopen in China, nu ineens ook 3-4 dagen bij de douane liggen, of soms anderhalve week. Terwijl tot april, de dag nadat het Nederland binnenkwam, dan had je thuis. Dat moet je tegenwoordig ook niet meer omkomen. Dat werkt nu niet. Indira, zijn er nog opmerkingen uit de chat die je aan ons wil kunt geven? Op zich ook weer niet zo veel. Jullie doen het echt goed. Alle antwoorden worden al wel gegeven in de gesprekken. Er wordt wel gevraagd van, ligt het aan de manier van verzenden en of het er misschien door komt bij welk bedrijf je spullen bestelt? Dat is wel een vraag die voorkomt.
Ja, maar daar hebben we waarschijnlijk te weinig kennis over. Ja, dus dat is dan gewoon niet bekend, misschien. Dat zou kunnen. Ja. Dan sluiten we ook dit onderwerp af. We zijn werkelijk al een stoomtrein vanavond. De crowdfunding. Dag Monique. Mag ik nog heel even, Karin? Ja, natuurlijk mag je even. Ik stelde net voor in de chat om het overzichtje wat wij niet geplaatst konden krijgen op het forum, om dat eventueel even in beeld te houden. Ja. Met het grafiekje van de bevindingen van Dekan over de liquid. Ja. Als dat lukt. Ja, misschien vinden jullie het interessant. Ik weet niet of het overkomt voor de camera. Dus mag ik even? Ja, probeer maar. Ah, oké. Okay. Nou, dan ga ik even kijken wat dat voor. Een klein, even kijken hoor. Ik moet echt even zoeken waar mijn cameraatje is. En omhoog. En omhoog. En ik moet die kant op. Nee, ik moet die kant op. Het is even een goed beeld hoor, dit. Ja, er zit een enorme... Je ziet een soort grafiekje. Ja. Ik heb er een pijltje boven gezet. Ja. Met een piekje. Ja. Is het een klein beetje te zien of... Dit is goed te zien, ja. Oké, okay, nou, je ziet dat piekje. Dit zijn de oude liquid badges. Mm-hmm. Ik had voornamelijk ook die piek waar ik een pijltje bij heb gezet. Mm-hmm. Dat zijn de oude liquid badges. Dan haal ik nu even de nieuwe erbij. Dus de foutieve badge. Dan moet ik weer even gaan zoeken waar ik in de camera zit. Ja, dat. Nee. Jee, oké. Okay. Zie je waar het pijltje nu staat? Ja. Die piek is beduidend hoger. Dus zeg maar 3 maal zo hoog als anders. Ja. Dat is eigenlijk een beetje de ondervinding van de Dekan, wat hun aantreffen in de april badge eigenlijk en de oude badge. Dus dat wil ik toch even graag laten zien, anders kan ik het niet op het forum geplaatst krijgen. Dankjewel. Dan zie je in ieder geval even de verschilletjes. Ja, dankjewel. Alsjeblieft. In het laatste onderwerp. De crowdfunding. Er is een conferentie in Warschau al heel erg snel, volgende week, wat ik goed heb, over nicotine, over voor- en nadelen, manieren van gebruik, wetenschappelijk onderzoek, misschien ook wel over de befaamde LD50, oftewel de dosis waarbij 50% van de proefpersonen het loodje legt. Twee mensen van ACFODA gaan er naartoe, namelijk Martijn en Luc. En daarvoor zijn we bezig financiering te vinden. Op het forum damforum.nu is gevraagd voor donaties. Kritische Massa heeft heel erg sympathiek bedacht dat hij iets wat hij had gekregen op de reviewer ging veilen. En dat de opbrengst daarvan naar de crowdfunding voor het bezoek aan dit congres ging. Dat is gelukt. Andere mensen hebben zijn voorbeeld gevolgd. Helemaal uitstekend. Luc en Martijn. Allereerst Marcel. Zou jij kunnen vertellen hoeveel er binnen is ongeveer? Dan horen we jou ook nog eventjes, Marcel. De stand van vanmiddag was €435. Helemaal. Fantastisch. En hoeveel is er nodig? Volgens mij was het target 400, maar dat weet Martijn beter te vertellen volgens mij. Ja. Nou, we hebben natuurlijk wel een bescheiden target gekozen. Ja. We hadden eigenlijk gedacht dat we deze gingen halen. De €400 die we binnengehaald hebben is puur de kosten voor het hotel en het vliegtuig. Ja. Ik weet gewoon dat Luc nog veel meer kosten heeft, want die moet ook nog met de trein gaan. En daar hebben we ook wat kosten. Het is ook mogelijk, behalve de sponsoring, dat we ook... Via de andere Europese damportorganisaties, gratis toegang hebben gekregen. Normaal gesproken kost het ook nog aardig wat om gewoon de conferentie zelf bij te wonen. Ja. Ja. Wanneer is die precies? Volgende week? Dit weekend? Wanneer? De 26e. Ik vertrek de 26e, dus ik neem aan 27, 28. Oké. Okay. Ik zet even de pagina in beeld. Hij start over 15 dagen, 12 uur, 4 minuten en 48 seconden. En lees even de URL voor, dat mensen thuis ook nog even kunnen kijken. Dat is een lastige, dan moet ik even schakelen. Dat is gfn.net.co. Dus gfn.net.co. En daar is het Global Forum om nicotine te vinden. Uitstekend.
En kunnen jullie iets vertellen over het programma? Alle twee, waar verheugen jullie het meest op? Ja, Martijn. Luc. Goed. Luc, jou het eerste. Ja. Waar verheug je het meest op? Ja, buiten het programma, want ik denk dat dat ook wel een zeer interessant gebeuren is. Dat is de 26e, 's avonds. Het congres begint de 27e, 's morgens. Ik geloof om 9 uur is het registratie ontvangst van de deelnemers. Maar de Poolse dampersvereniging, hoe is het weer? De Polen, ik ben de naam kwijt, maar die organiseren een vape-in in de bar onder het congrescentrum, waar dus alle dampersverenigingen die daar naartoe gaan, al een keer de violen kunnen stemmen voordat we ons gezicht laten zien bij de grote jongens. Dat is dus het voorprogramma. Dus Martijn en ik, wij zullen op tijd zijn om daaraan deel te nemen. En dan is de eerste dag is eigenlijk georganiseerd in workshops. Er zijn weinig lezingen. Op het einde van de dag zijn er nog wel wat lezingen, maar het grootste deel van de dag zijn workshops. En er is een workshop van EVUN. En dat is dus de European Vaping United Network. Dat is de overkoepelende dampersorganisatie. De Europese dampersorganisatie. En zoals het er nu naar uitziet, zijn we met 8 Europese landen. En de Noren komen ook. Die zijn niet Europees, maar die zitten ook in EVUN. Wij beschouwen die ook als Europeanen, zelfs al behoren ze niet tot de Unie. Zoals de Zwitsers ook, die zitten er ook in, maar die komen niet naar, naar Warschau afgezakt. Dus we zijn daar toch met 9 landen vertegenwoordigd. Ja. Dat is geen slechte vertegenwoordiging. Een van de belangrijkste punten op de agenda is het Europees initiatief dat we opgestart hebben om die directieven te herzien die Europa geschreven heeft, waar we dus handtekeningen verzamelen in ganz Europa. En het is een soort referendum waar als we 1 miljoen handtekeningen bij elkaar krijgen, dat de commissie verplicht is om die zaak te bekijken en naar het parlement te brengen. Mm-hmm. Wij zitten nu op iets meer dan 100.000 handtekeningen, dus daar is nog een heleboel werk te verzetten om die 900.000 te vinden tegen november. Wij hopen dat we daarin slagen en dat we dus in Warschau goede ideeën krijgen om daar een boost aan te geven en echt massaal mensen, en dat hoeven geen dampers te zijn, hè, dat mogen ook rokers zijn die er misschien ooit eens aan denken om in hun leven te stoppen. Familie van dampers, iedereen mag dat initiatief steunen. Ja, en voor de duidelijkheid, het initiatief is het European Free Vaping Initiative, ESVI. Overal dampforum en bij heel veel dampwinkels staan banners. Teken dat ding alsjeblieft en vraag je. En zeg het aan iedereen. We zouden ook aan shops willen vragen, stuur naar al uw klanten, steek er een klein briefje bij van teken dit. Dit is enorm belangrijk, dit is een kans die we, als we die miljoen, 1 miljoen handtekeningen in Europa, daar kunnen ze niet naast kijken hoor. Het is een van de dingen die ook al opgestart zijn in bepaalde landen, dat is de shops die dus systematisch naar al hun klanten een klein pamfletje bij hun pakjes bijsturen om handtekeningen te ronselen, te werven, zeg maar. Dus dat is de eerste dag, dat zal vrij gevuld zijn en dan zijn er nog een paar lezingen. Ik dacht dat dokter Farcelinos de spits ging afbijten met zijn onderzoeken. Veel nieuws zullen we daar niet horen, maar dat is altijd wel eens goed om, want we houden de stand van zaken bij natuurlijk. Maar het is goed om mensen te leren kennen. En ik denk zeker goed om tegenstanders daar tegen het lijf te lopen. Als damper, om daar eens een serieus gesprek mee aan te gaan. En hun argumenten te trachten ontkrachten van. En voor de goede orde, het is geen dampconferentie. Het is een conferentie over nicotine, waar dampers komen, wetenschappers, ook mensen van de nicotine. Die komen ook. Rebecca Taylor zal daar zijn. Dat is ook een van de gekenden uit Europa die zich zeer enorm ingespannen heeft, zoals Frederik Ries, voor onze zaak. Dus ook de persoon aan wie we onze handtekeningen, onze petitie voor het Europees Parlement van 10.000 handtekeningen dat we toen ingezameld hebben. Dus ook aan Rebecca Taylor, die we
dan in Straatsburg persoonlijk kan overhandigen zijn, net voor de stemming. En dat heeft ook wel indruk gemaakt, en dat waren maar 10.000 handtekeningen. Oké, uit het Nederlandstalig gebied. Nu gaan we met de European Free Vaping Initiative de ganse Europese Unie aan. Mm-hmm. En dan de tweede dag, ja, dat is meer de stijl van medisch congres, met verschillende lezingen. Er zijn denk ik zeer belangrijke lezingen over hoe de zaak in wetgeving moet aangepast worden. Daar zal dus ook gepraat worden over de Amerikaanse situatie en de FDA, de Food and Drug Administration, die zich daarmee bezighoudt. Want het is dus een wereldcongres. Wij hopen daar dus ook de Wereldgezondheidsorganisatie, die toch wel onze grootste tegenstander is in het tampen, tegen het lijf te lopen. En die is met bampers te omringen. Een omstellingsactie. En Martijn, wat is jouw vermoedelijk hoogtepunt? Of heb je daar nog niet zo zicht op? Het contact met de andere dampersorganisaties en verkopersorganisaties in Europa is natuurlijk enorm belangrijk, want de TPD wordt in heel Europa doorgevoerd. En ja, Europese contacten zijn nog enorm belangrijk. Dus behalve het European Free Vaping Initiative moeten we ook gewoon heel veel praten over hoe wordt de TPD in de verschillende landen geïmplementeerd en hoe zit het met wetgeving en rechtszaken. Ja. En daar is ook ruimte voor in het programma dat jullie samen over... Nou ja, je hebt natuurlijk nog de avonden. En de... Ja, dat zal vooral buiten het programma om zijn, ja. Oké, ja. Indira, zijn er vragen, opmerkingen? Mensen nog die leuke tips hebben voor Luc en Martijn of verzoeknummers? Ga naar dit... Verzoeknummers ben ik nog niet tegengekomen. In ieder geval niet voor Martijn. En Pieter die had, even zwaaien, want die had nog een serieuze opmerking zelfs. Hij vraagt zich af waarom er geen Nederlandse vertegenwoordigers zijn die spreken op het congres. Ja, ik weet niet of Martijn en Luc de antwoord kunnen. Dat is een vraag die eigenlijk meer gericht is aan de organisatie. Ja, wij weten dat niet. Wij weten niet wie, wij weten enkel wie er spreekt. De sprekers zijn gekend, maar wie er allemaal komt daar als om te luisteren, hebben we geen flauw idee. Dat wordt niet publiek gemaakt. Wij zullen die lijst wel krijgen eens dat we in Warschau arriveren. En daar zullen wij dus wel kunnen zien welke personen we moeten opzoeken. En, Er werd op het forum wel gesuggereerd dat misschien een Klimbos over zou moeten gaan. En wellicht kan Akvoda... ze wijzen op de conferentie en zeggen, dat is daar een conferentie. Ja, er was inderdaad een opmerking over vandaag op het forum. Maar ik heb ook wel begrepen dat alleen de partijen worden uitgenodigd die daar komen. Dat weet ik niet. Is dat zo, Martijn? Nou, Martijn? Nou, natuurlijk een open conferentie, iedereen kan komen. We zijn een beetje laat met het versturen van het mailtje, maar we nodigen zeker Trimbos uit. Ja. Het is gewoon door alle drukte wat laat gekomen dat we Trimbos ook nog gaan mailen. Ja. En eigenlijk, ja, die zal er moeten zijn. Ja. En voor de duidelijkheid, Trimbos is het Nederlands instituut dat verslaving en verslavingszorg onderzoekt. En die in het gesprek met VWS over de warenwet verhoudingsvrij positief waren over de e-sigaret. Er is ook een factsheet gemaakt dat ook aanzienlijk positiever was dan het factsheet van het RIVM. Dus een voorzichtige medestander, wellicht. Ze zijn gefocust op harm reduction, op het verminderen van schade en niet op emotionele reacties als het is, ik beken het niet, dus het moet verboden worden. Ja, en het lijkt op rook, dus het is slecht. Ja. Ja. Ik wens, nou ja, we spreken elkaar, we zien jullie nog wel op het forum voor de dag. Ik wens jullie een heel prettige reis, erg veel goede contacten en veel kennis. En ik hoop dat jullie heel uit terugkomen. En dat jullie genoeg geld hebben om ook nog een keertje fatsoenlijk te eten daar, als je in Warschau bent. Dan zijn we bijna aan het eind gekomen van deze uitzending van DAMP TV. Ik wilde iedereen wijzen op de Do-it-yourself extra large dagen. DIYXL. Zo heet de website trouwens ook. DIYXL.nl.
Twee dagen, eentje in Eindhoven op 5 juli, eentje in Laren op 7 september. Die in het teken staan van dampen met workshops, veel mensen, eten en drinken. Een grote barbecue. Je kan je inschrijven via de website. Heel veel mensen van het forum gaan er naartoe. Maar ook veel mensen die niet van het forum zijn, die op andere wegen, via andere wegen over de conferentie hebben gehoord of de meeting hebben gehoord. Er wordt lesgegeven in coilen, er wordt lesgegeven in onderhoud van je spullen. Ingewikkelde en eenvoudige spulletjes. En er wordt heel erg veel gedampt, mag ik hopen. Ja, Karin, ik heb ook nog één puntje, terwijl we toch in beeld zijn. Ja, in het begin van de uitzending hebben we dus uitgelegd dat de Belgen onder dezelfde noemer van ACFODA zijn gaan werken, de Nederlandstalige Belgen. Maar onze groep is er nog een klein beetje onderbemand, dus wij zoeken nog een paar goede werkkrachten voor de Belgische cel in ACFODA. Iedereen kan zich melden door ofwel naar mij ofwel naar Yves een berichtje te sturen of op het forum iets te posten als er kandidaten zijn. Ja, gewoon info@acfoda.be. Of ja, naar de web. Naar de e-mail van Acfoda. Ja. Ik wou een hele schat maken, omdat ik nog wel een Belg weet die niks te doen heeft. Yves, maar die zal ik maar niet maken. Ik wil iedereen die vanavond hier was enorm bedanken. Op de achtergrond, jullie hebben vanavond amper gezien, Marcello, die heeft de regie gedaan. Indira, dankjewel voor de chat. Monkey. Monique, Ditta, Els, Luc, hoi. Martijn. Ik sla nog eentje over, Yves. Iedereen van harte bedankt. Ik hoop dat iedereen thuis plezier heeft gehad en misschien ook nog een beetje heeft geleerd. En de volgende aflevering van DAP TV komt. We weten niet precies wanneer en we gaan ooit echt nog een keertje een technische doen. Dat had DAP TV 3 moeten doen, maar dat was heel erg druk, dus daar kwam er niet van. Maar we gaan hem als een jasje trekken. Het gaat komen. Dames en heren, dit was DAP TV 3. Ik hoop dat u veel plezier heeft gehad. Tot de volgende keer. Bedankt, Karin. Bedankt. Bedankt. Dag kijkers. Doei. Dan.